Oké, rustig aan. Zet het wel hier. Oké. Pita. Eerst handen wassen. Dit wordt leuk. De twee die nooit koken, die gaan hier. 2, 4, 6, 8. Maar die friet, dat lijkt toch zo weinig? Gaan we nog een Turks brood maken, hè? Nee, man. Je hebt pita. Ik vind Turks brood is wel lekkerder dan pita, hè? Zo daartussen. Nee. Dat vlees doe je in een pita, niet in een Turks brood. Bij ons wel. Nee, man, je bent gek. Oké, dat vlees opwarmen en friet doen we als laatste. We moeten eigenlijk eerst alle groentes en dingen in kleine stukjes maken. Maak jij daar een station, maak ik hier een station. Ja. Snij ook even die messen. Weet je, of moet ik dat doen? We gaan dit in bakjes doen dan. Doet dat wat? Tuurlijk. Oeh, ik heb wel een wit shirt aan. Ja, ik ook. Ik ga dat schort aan doen. Waar is dat schort? Ja, maar we hebben maar één schort. Winnen moet zonder t-shirt. Oké, kom maar. Ja. Tot 3, hè? Nee, 1 keer gewoon. Degene die wint, pakt het schort. Degene die wint, pakt het schort. Oké. Blad, steen, schaar. Blad, steen, schaar. Goh. Moet ik nu eigenlijk mijn t-shirt uit doen? Ja, want dat vind jij toch leuk. Waar is jouw shirt? Waar is... Dat weet ik niet. Goh. Waar is die? Dat weet ik niet. Wel, jongen. Wie die als eerste vent heeft die? Nee, rot op. Ligt die daar om de hoek? Nee, dus. Oh, hij hangt helemaal daarachter. Zo zit je zo goed met steenpapierschaar. Ja. Oké. Oh, hij is fucking laag. Ja, misschien moet hij hem meegeven dan. Dat heb je nut. Kijk, dat heb je nut. Tuurlijk wel. Nee, dat heb je nut. Ik snij hier maar geen. Nee, dat kan zo gaan. Hou je op, met je. Geef jij mee. Hoe ga ik deze dichtmaken? Is dit groter? Hoe ga ik deze dichtmaken? Dat gaat niet. Snap je? Kijk, die is bij mij. Hou eens op. Die hoort bij mij, die schort. Goed, chef kook. Ik ga niet zo koken, hè. Ik moet toch... Trek dan iets anders aan, wat vies mag worden. Oké, prachtig. Heb je voor mij snij die broccoli al. Oh, je hebt voor mij niks gesneden. Snij die al. Nou, ik hoop echt dat het gaat smaken, jongens, want ik weet het niet. Hoe snijden we die tomaten in rondjes? In sneetjes. Ja, dat moeten plakjes worden. Ja? Wat is het slimst? Dat moet je zo doen, kijk. Ja, zo. Je hebt het verkeerd begonnen. En dan nog in tweeën. Het moeten echt kleine stukjes worden. Maar ik moet eigenlijk van hier beginnen, zo. Of ik doe de komkommer, dat is misschien makkelijker. Ja, ik zal de tomaten... Ja, natuurlijk. Dan moet je mij dat andere mes geven. Of... Is er nog zo'n mes? Tuurlijk. Maar even slepen, want... Moet echt klein, hè? Ja. Heb je die gewassen? Nee. Was die even eerst? Met? Gewoon even water. Doet dat niet? Als je het niet weet, moet je het vragen, hè? Beste man heeft maar 1 keer kapsalon gegeten. Oh, dit is hem. Oké.
Dan moeten we straks alle groentes en dingen in losse bakjes hebben. Ja. Die friet moeten we niet vergeten op tijd te doen, hè? Wat doen we in de oven? Of in de... Die dingetjes moeten er niet in, hè? B-kapsel, kijk. Die wat? Nee, het moet... Nee, ja, dat kan wel, maar... Mijn vingers branden altijd van tomaten. Hoe gaan we dat doen dan? Wat? Alleen. Jolien moet naar de secret room. Hoe gaat ze dan niet kijken? Wacht Jolien. Wacht Jolien. Nee. Het is... Het... Ja, als je waarschijnlijk al kunt spelen, maar je zult wel horen. Je kunt niks zien, ik heb... Je mag niet kijken, Jolien, want Michelangelo staat naakt te koken. Dat doet hij altijd. Oh, ben ik bon, omdat je dat hebt gezegd, ga ik dat echt doen. Omdat je dat hebt gezegd, ga ik dat echt doen. Okay, dat is misschien word ik dan ingehuurd voor koken aan huis. Boek mee. Dan kom ik bij je thuis koken. Pellen we die sla gewoon, of wat doen we daarmee? Ik weet hoe ik sla moet. Oké, hoe snij je die tomaat? Wat deed je als eerst? Door het midden? Nee, dus zo. Kijk. Ja, maar niet doen. Gewoon nee. Zo. Oh, daar gewoon klein. En dan gaat je altijd verder. Twee jonkies in de keuken, wat zal het worden? Kijk maar eens goed en we zetten happiness op je borden. Twee jonkies in de keuken, wat ben ik zo benieuwd. Maar misschien komt er iets nieuws. Dat vlees gewoon in de pan bakken, toch? Nee, in de oven. Nee. We moeten eerst testen en dan... Als we niet testen, weten we het niet, Jace. Dat mes is helemaal niet scherp. Dan moet je die dingen... Hiermee. Ja, je moet echt erover gaan. Nee, kijk zo, kijk, hè. Kijk. Nee. Als je die ribbeltjes hier van Bart geleerd. Kijk, hè? Je moet die naar onderen. Die ribbeltjes moeten... En dat doet een hoop. Ja, tuurlijk. Opluchting doen, hè? Ik zei een opluchting voor hun. Ja. Toen wij als eerste naar het spel liepen, toen gingen Lindsay en Danny en Nadi ook allemaal een box geven en zo. Tja. Het is wat jij zegt. Als je het programma wilt winnen, moet je van iedereen kunnen winnen. Dus, hier I am. Wat doen we met die pitjes in het midden? Laten we die gewoon doen? Nee, die moeten echt eruit. Nou, hoeft niet. Ja, ik gooi die gewoon erbij, maar die gaan er echt vanzelf uit. Ja, bedankt voor de placemats, Big Brother. Ja, dat kon toch niet, grap. Twee jonkies in de keuken. Wat zal het worden? Happiness op borden. Happiness op borden. Twee jonkies in de keuken. Die tomaten moeten wel veel kleiner nog, hè? Wat ben ik benieuwd. Hey. Misschien komt er iets nieuws. Misschien komt er iets nieuws. Hey, zangtalent. Yo. Die tomaten moeten wel kleiner. Nog kleiner. Ja, tuurlijk. Het moeten echt kleine hapjes zijn. Je hebt echt één keer gegeten, denk ik. Ah, maar dat zijn slierte tomaten. Wat? Ja, vriend, moest je zeggen dat slierten waren. Hè? Had ik sliertjes gemaakt. Gewoon stukjes tomaat zitten erin.
twee jonkies. En dan hebben we allemaal hele kleine stukjes in een bakje. En dan kunnen we per bakje erin. Wat zal het worden? Wat zal het worden? Wat zal het worden? Twee jonkies en de keuken. Ja, dit is echt kutnis. Hier, pak deze. Is die beter? Tuurlijk, ik heb die geslepen. Twee jonkies in de keuken, wat zal het worden? Wat zal het worden? Kijk maar op je borden, twee jonkies in de keuken. Ik ben benieuwd, misschien komt er iets nieuws. Misschien komt er iets nieuws. Kijk, ja, nu ben ik een beetje mezelf in de nest aan werk hier. Kunnen die ook gewoon straks nog extra dun snijden? Ja, maar als dit gewoon klaar is, dan ligt het gewoon klaar. Zodra we allemaal aan het opwarmen beginnen, moet het snel klaar zijn. Als je die mensen zegt sliertjes, dan heb ik echt sliertjes gemaakt. Het hoeft geen sliertjes te zijn, gewoon dunne stukjes. Ja, oké. Okay. Dat komt wel goed. Het is gewoon een box met de groenten erin en het vlees erin en de patat erin. En... We hebben wel heel weinig vlees, hè? Ja, ik weet niet. We gaan wel zien hoe het uitpakt. Vooral die patat ben ik benieuwd naar. En jij weet hoe we dit vlees maken, hè? Normaal gezien in de oven. Maak je dat niet in de pan? Oh, je hebt al een schaaltje. Ciao ragazzi, benvenuti in cucina met Michelangelo en Jason. En vandaag ik maak een mooie borden voor jou helemaal klaar. En ik begin hier met tomaat snijden. Ja, lekker. Wie niet houden van tomaten, die niet houden van leven. Oké, dat is dat. Die sla, wat doen we met die sla? Ja, die moet je ook snijden. Nou, jij hebt hier al regelmatig in de keuken gestaan, ik niet. Oeh, gewoon ook snijden in kleine stukjes. Die moet je eerst wassen, sowieso wassen. Nee. Dan moet het toch af, die onderkant? Nee, ja, eerst wassen. Ja. En dan ga je eigenlijk die blaadjes gewoon eraf trekken. Dat gaat ook. En dan kun je nog altijd die blaadjes snijden. Maar die onderkant moet er toch af? Ja, maar die gaat gewoon eruit eraan. Gewoon pellen, die sla. Ja. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Dat is veel makkelijker. Hij is nou zeik nat. Oh, de camera is erg geïnteresseerd. Twee jonkies in de keuken, wat zal het worden? Wat zal het worden? Kijk maar op je borden. Nu kun je eigenlijk gewoon erdoor snijden. Gewoon dit snijden in stukjes? Tuurlijk. Ja, maar deze moet toch nog afgepeld? Of is dit het? Ja, dat kun je. Er zit toch nog sla op? Ja, dan kun je nog sla pakken. Je moet niet altijd alles gebruiken, hè? Ik weet niet tot wanneer de sla ophoudt en wanneer het... Je kan altijd bij maken op hetzelfde moment. Wow, nee, ze kijkt niet. Ik ben langs aan lopen. Ik hou je in de oog, hè. Ik heb me van mijn mannen gehoord dat ik niet mag kijken. Ja, kom maar mee. Goed zo. Rechtdoor wandelen. Deur open doen. Oké, hopelijk is het nog. Binnen 10 minuten is het nog altijd niet klaar. Je bent er. Ik ben terug. En?
Big Brother zal vast nagedacht hebben dat we elk bakje wel kunnen vullen. Tuurlijk. Big Brother is de Big Brother en je moet altijd luisteren naar de Big Brother, want die is altijd juist. Als ik vroeger naar mijn zus luisterde, want mijn zus was altijd juist, hè. Big Sister. Ik ben altijd de kleinste thuis geweest. Je bent ook echt zielig, hè? Je hebt het echt zwaar. Ik heb het echt zwaar. Vriend, je moest het weten. Ik heb tijden meegemaakt dat mijn Nintendo afgepakt werd. En dan hoorde je onder mijn kussen... bye-bye. Kent je dat, die Mario, als je dicht deed? Ja, dat ging je uit. Oh, hier komt wel redelijk wat slaven, hè? Kan jij die ui snijden? Tuurlijk, vriend. Met de plezier, ik kan maken de uien voor jou. Is dit nog steeds allemal sla? Hey, luister, je is echt wel heel veel aan het doen, hè, Jace? Ja, hij moet toch helemaal gepeld? Het moet gewoon... Niet helemaal. Heel cool. Zoals ik. Oh, ik geef je nog eentje. Alles wat klaar is, kan je links zetten. Ja. Of achter. Ah ja, de ui ga ik al doen. Big Brother, doen we dat vlees in de pan of in de oven? Ik weet het niet. Maar dat andere vlees, kan Ali daar ook gewoon van eten? Ja. En die lams en die kips dunnen. Ja. Het hebben nog meer, die pepers. Moet het ook in kleine stukjes, ja? Die kun je snijden. Ja, oppassen als je open vingers hebt, dat het gaat branden. Ja, ga ik dan dood? Ja, je gaat heel veel pijn doen. Echt heel veel pijn doen? Ja. Veel dunner, veel dunner. Dunner. Maar die mes is echt slecht. Niet druk op die mes, snij met die mes. Echt glijden, ja, zie je? Nou, weet je wat jouw voordeel is? Jij hebt hier nog wel in het huis wat gedaan, maar ik heb echt niet gekookt. Dit is de rode peper en ik heb ook jalapeno gezien. Ja. Dus we vragen straks gewoon aan de mensen, wat willen jullie er allemaal in? Ja. Hebben we wel genoeg knoflooksaus? Maar is dit nou in België iets fucking bekends of niet? Tuurlijk. Kapsalon. Jawel, toch? Ja, ja. Omdat jij zegt, ik heb het maar één keer gegeten. Ik eet het gewoon niet veel. Al mijn vrienden pakken het altijd. Ze mogen ons ook niet. Oké, hoor. Even denken. Ze mogen niet over ons oordelen, want wij staan nooit in de keuken. Maar ik wil gewoon dat het goed komt. Hoe sneed je ook alweer een ui? Ja, ik heb echt in mijn leven nog nooit een ui gesneden. Spijt me, zie je. Big Brother, je zou... de jonkies best wat steuning kunnen geven. Maar we kunnen dat wel op onze eigen kracht. Ja, maar gewoon even zeggen, dit moet je daarin doen en dat moet je daarin doen. Oeh, dat is niet zoveel rode peper. Ja, niet dat iedereen dat ook moet. Oké. Okay. Oké, jij gaat de ui snijden. Ja, gewoon hele kleine blokjes, net als tomaat, ja, denk ik. Zo. Oké, de saus en wat we dan gaan doen is... niet wenen, niet emotioneel worden van de ajuin. Voel het al. Wat is dit? Dit is mayo. Chili. Oeh, lekker. Knoflooksaus. Dit is de sambal. Samurai. Misschien moet je natuurlijk wel uit de zak halen als je wil dat ze ontdooien. Dat snap je. Ja.
Hoeveel zijn dit er? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, we moeten wel voor iedereen 2 pita's hebben. Wat brood, pita's en kapsalon. Want de kapsalon zelf wordt niet mega groot. Hoeveel zijn dit er nog? Dat moet genoeg zijn. Ga je nou echt van huilen? Ja, vriend, ik heb tranen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja, het is niet makkelijk voor iedereen, hè? Oh, ik moet wel even een schimmelcheck doen, natuurlijk. Het moet natuurlijk wel schimmelvrij zijn wat we aanleveren. Nou, er kan toch geen schimmel opkomen? Het is gewoon heel moeilijk. Ja, zo gaat het goed. Het is gewoon... Ik weet niet of het ijs het is. Het is gewoon diep in mijn hart dat het mij raakt. Is dit schimmel of ijs? Vriend, ik weet het eigenlijk niet. Zie ik eruit alsof ik dat weet? Ik weet het ook niet. Het is oké. Het is eigenlijk oké, vriend. Ik zou het niet weten. Big Brother, je moet ons echt wel iets van ondersteuning geven. Maak straks al die mensen hier ziek. Oké, Big Brother, mag ik? Jace, ik heb zoveel vragen aan Big Brother. Ik word er zo emotioneel van, Jace. Ik wil één ding weten, Big Brother. Kijk, die friet komt goed. Dit vlees, doen we dat in de oven of in de pan? Volgens mij in de pan. Ik moet hier nog 3 uien snijden en ik ben nu al aan wenen. Heel goed. Die kaas, hoeveel kaas is dit? Dat valt wel een beetje tegen, denk ik. En dit is dan de shawarma. Shawarma, dit kende jij, dat is van Ali. En dat andere is lams en dunner. Lams en kip. Oké. Oh, dit is moeilijk, jong. Ze moeten natuurlijk ook nog gaan omkleden, hè, straks. Ja. Deze kant moet het. Heb je iets ontdekt? Ja. Bart zei tegen mij, jullie gaan shawarma maken. Oh. Kom op. Kom op, Miklas. Wees een man. Wees een man. Zeg een keer dat je huilt, hè. Helaas, man. Wees een man. Kom op, wees een man. Het is oké. Het is allemaal oké. Het is allemaal oké. Het leven is nu eenmaal zo. Gewoon even doorbijten en het komt allemaal goed. Het is niet makkelijk, hè. Het is echt niet makkelijk. Zo. Ja, mensen gaan echt denken, Michelangelo, hoe snijd jij een godsnaam in een juin? Wel, dit is een Michelangelo way. Maar jij zei uien, maar ik weet helemaal niet of er uien in zit. Maar dat kunnen mensen als ze dat willen. Dat kunnen ze doen. Zo, oké, dan is dat allemaal voorbereid. Dan kunnen we zo meteen gaan bakken. Dat is wel goed. Maar ik moet even kijken als mijn tranen, als mijn ogen rood zijn, want het is niet leuk. Jongens, jongens, hij is niet te geloven. Hoe erg is dit? Ja, dat heb je al 6 keer gehad. Ja, ik weet het.
Jij zegt er al, jij zegt vlees in de oven, maar zoiets heb je toch nog nooit in de oven gezien? Nee, hoe moet je het anders opwarmen? In de pan. Met olie dan? Nee, die zonder olie. Kijk, dit is denk ik voorgebakken. Dat is er al afgeschraapt, dat is gewoon koud. Ja. Maar dit moet nog gebakken. Dit ja, dat is 100% de pan. Maar pak eens een stukje kebab of zo. Iets wat kebab is meer, hè? Nee, dunner. We hebben geen kebab volgens mij. Of ik weet het verschil niet. Een stukje. Dit is al gefixt. Dit moet denk ik alleen opgewarmd. Ja. Ook gewoon op laag vuur in de pan. Dat is lam. En kip. Ook een stukje proeven van de kip moet bij. Oh, dat is veel dunner. Mm. Volgens mij moet je echt gewoon in de pan. Ja, doen we alles in de pan. We doen eerst een klein beetje en dan kijken we als het lekker is. Maar dit heb ik geen idee van. Dit is van jou, Welk? Hè? Ja, ja, ik vind het zo. Dit is ook in de pan, of niet? Ja. En hoe heet je dat? Lamskotelet. Oké, dan. Ik hoor je. Waar is die beschrijving van de friet? Hier. Oven 180 graden. Bak de friet in 20 minuten af. In het midden van een voorverwarmde oven. Kunnen we de oven al op 180 doen? Normale oven doen we, denk ik, hè? Bak de friet in 20 minuten af in een voorverwarmde airfryer. Als we de airfryer en de oven gebruiken, dan gaat het snel. Anders gaat het nooit snel genoeg, denk ik. Jawel, ik denk dat we die in één keer gewoon in de oven kunnen doen, hè. Maar ik doe eerst altijd test. Een beetje. Wil je eerst van alles een beetje testen? Ja, altijd eerst doe 3 frietjes erin en test. Ja, maar dan moeten we nog 20 minuten wachten. We moeten eerst opruimen zometeen waar we klaar mee zijn. Oké. Een kok heeft een goede workspace nodig. Anders kunnen we niet nadenken. Ik vind het ergens wel grappig dat wij dit zonder ervaring gaan doen. Funny as fuck. Zo. Hier zijn de pita's die op volle toeren aan het ontdooien zijn. Dit kan weg. Dit kan weg. Kan weg. Dit kan weg. Is dit nog sla? Nee, dit is denk ik gewoon de stand. Je hebt echt eraan over. Vriend, dit is... Laat mij eens eentje proberen. Ja, alleen snee. Snee. Wat heb je, hetzelfde als tomaat gedaan? Ja, maar ik moet deze zo snijden. Gewoon zo hele kleine stukjes? Ja. Nee, dat is te dun. Ietsje dicht. Ja. Ja. En dan? Dan duwt je die, zet je die erin. Maar dat is toch nog... Ja, dus doe maar die mes er hier tussen zo. Hier, zo'n mes is zo. Waarom krijg je hier tranenogen van? Ja, vriend, ik heb tranenogen gekregen. Ik ben een gevoelige mens, hè. Ja, je valt helemaal uit. Ja, nu snijd je zo, snijd zo. Dat is makkelijker misschien. En joh, een paar keer weer. Er zit nog schil op. Ja, even eraf schrapen. Gewoon met je vinger. Ja. Oké, doe maar. Begint er niet te branden? Ja, wel een beetje. Ja, kom, snee, jong. Word emotioneel, vriend. 180 op, wat heb je gezet? Gewoon oven. Normale oven. Maar we doen de airfryer en de jezus. Wat? Ja? Ja? Hè?
Fijn, hè? Ik ga dit werk niet eraf halen. Hoe heb je dit eraf gehaald? Snij gewoon zo'n beetje over schaap, dat is ook wel. Of ik nog gewoon... Oké, kom maar dan. Mijn pak nee, is eerst zo snijden, dus zo, kijk. In tweeën, ja, ja. Maar niet volledig, hè. Dus je gaat zo tot het juist einde. En dus ja. Een laagje erboven. En dan draait je... Ja, gewoon blijven gaan. Maar niet oppassen voor je vingers, hè. Oh, man. Gaat het, vriend? Oh. Het is oké. Soms moet je je laten gaan. Soms moet je je emoties laten spreken. Het is belangrijk. We zijn mensen, we zijn geen robots. We moeten onze emoties... Jezus, dat is echt... Het is goed, vriend. Het is in orde. Kom hier. Oh. Het is goed. Ik wist niet dat dat zo lijp sterk was. Oké. Ik ga de shawarma even testen. Doe je eerst gewoon een klein beetje? Ja, tuurlijk. Moet die laatste ui ook nog, denk ik? Nee, ene kunnen we houden. Zou je dat niet in lage pannen doen? Een kleine. Maar het kan niet allemaal tegelijk, hè? Hoezo? Eerst moet dat lam zijn die kips. Maar dit is toch halal? Alles is halal. Hoe bedoel je? Dit komt allemaal van een slager, Turkse slager. Als Ali naar de dunner gaat, dan kan hij daar toch alles kopen, lijkt ja. me? Hoe kunnen we dat vragen aan Ali zonder ik ga, te Ik ga allemaal verschillende dingen opnoemen. Nee. Nee, ik ga noemen... Roep Ali even los, want anders dan weet de rest het misschien ook al. Ja, daarom. Maar doe dit slim, hè? Ja, tuurlijk. En alleen Ali even roepen. Ja. Niet de rest. Ali, ja. Mag ik misschien even met u praten? Niet openen, denk ik al. Over het vleesje. Don't open over iets... Oh, ja, ik moet een paar dingen vragen. Niet openen, gewoon zo blijven. Kom maar mee naar de badkamer even. Serieus? Ja, ja. Of even hier in de kamer. Ah. Wat, hè? Niks. Nee. Ik moet niet zo hard gaan. Wat zijn de dingen die je absoluut niet mag? Maat, gewoon iets met varkensvlees mag ik niet. Wat is varkensvlees? Noem eens een paar dingen op. Vriend, heb je daar geen rekening mee gehouden? Jawel. Nou, gewoon maar alles gewoon met varkensvlees. Spek mag niet. Bacon mag niet. Spek, bacon. Want we hadden vorige keer die carbonara gemaakt, had je aparte spek. Ja, dat was helemaal spek. Danny had die Angus beef gemaakt. Dat mocht ook niet, had je ook apart, hè? Ja. Wat is er nog? Wat je niet mag. Want als jij bijvoorbeeld... Want dat was ik aan het denken. Als jij bijvoorbeeld ergens naartoe gaat, staat er altijd bij halal of niet? Bijvoorbeeld een restaurant. Ik ga niet naar een restaurant, maat, waarvan ik weet dat ze geen halalvlees hebben. Okay. Snap je? Ja. Dus ik ga altijd naar een plaats waar het vertrouwelijk is. Ja. En als ik naar een restaurant ga, dan pak ik gewoon iets met bijvoorbeeld scampi's. Pasta scampi. Oké. Of een... Hoe staat bijvoorbeeld bij Turkse winkel? Ja. Is binnen de Turkse winkel ook varkensvlees? Heb je geen varkensvlees? Geen enkel Turkse winkelmaat verkoopt varkensvlees. Geloof me. Want geen enkele Turk zal naar een winkel gaan waar ze varkensvlees verkopen. Maar als je varkensvlees... Gewoon een normale vraag, hè. Als je varkensvlees halal slacht, moet je dat wel eten? Maat, wij mogen geen varkensvlees. Geen varkensvlees. Het is absoluut verboden om varkensvlees te eten. Wat halal betreft, is gewoon volgens islamitische rituelen wordt dat geslacht. Snap je? Dus de winkels die dat verkopen, dat is halal geslacht. Snap je? Volgens ons geloof. Als jij bijvoorbeeld naar een Turkse zaak gaat, dan weet je dus alles is al halal. Ja, ja, 100%. Ja. Ja. Want geen enkel Turkse zaak zal dat verkopen, maat. Varkensvlees, snap je? Daar gaat niemand heen. Nee. Want dus of het 90... wordt aangegeven of jij weet gewoon bij de Turk bijvoorbeeld is het veilig. 90% van Turkse winkels die verkopen dat niet. Misschien nog 10% wel, omdat ze daar... de winst willen maken. Maar naar een Turkse winkel gaat heel veel allochtonen heen. Snap je? Ja. In Lommel heb je een
Marokkaanse slagerij. Mm-hmm. En daar gaan wij allemaal heen, omdat we weten dat er halal geslacht is. Ja, 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 klopt. Ja. Maar waarom vragen jullie die? Omdat ik gewoon even wil weten van waar we rekening mee moeten houden. Van ja, man, ik wil gewoon... Nee, wij hebben ook wel doosjes met halal en zo waar, daarop staat. Dus het komt goed. Ja. Doe in mijn dingen... Wat heb je gezegd? We hebben dozen met halal. We hebben weer verschillende bakjes. Halal, niet halal. Maar, als jullie twijfels hebben... doe dan... die ingrediënten waarvan jullie denken... Ja, kom goed. Die, ik ben eruit. Ja, ja. Snap je? Die niet halal zijn, die er niet in dollen. Ah, ja, op dat moment in dit interview even nog voor jezelf houden. Mm. Niet zeggen wat wij hebben gevraagd. Ik beloof het u dat tussen ons twee. Ga verder. Goed. Voilà. Vamos. Yo. Ik zeg maar dat ik eraan kom. Ik kom eraan, eens even naar het toilet. Je ruikt niet. Ik ruik groente, gesneden groente. Goeie neus. Maar niet 100% juist. Nee, weet je wat ik ruik? Wat ruik je? Heb je hem op 9 gezet, deze pan? Hij gaat ook niet lager. Oké, kijk, een beetje zwammen proberen. Ja, er moet wel in olie, hè? Moet er olie in? Ja, dat moet toch in iets gebakken worden. Maar hoe weten we wanneer het gaar is? Hier ook, hier ook. Wat gaat je daar doen? Hij gaat goed testen. Oké. Dit is echt niet veel, hè? Nee, maar dit is ook echt voor daarna. Nee, dit gaan we ook opbakken en dan... Is het vlees? Is het shawarma? Ja, het is vlees, het is shawarma. Nee, pak de houten, die gaat nu kapot. Die smelt. Ik ga op deze gaat veel beter. Veel te hard. Hoe gaan we die airfryer dan? Waar is dat klootapparaat? Jezus, wat een unit! Ja, tuurlijk. Ah, oh, man! Ze maken een kapsalon en een pitabroodje. Een kapsalon en een pitabroodje. Ja, de pitabroodjes die... kunnen ze erbij nemen. Oh, dit haalt hij niet. Het moet andersom. Deze moeten we het even proberen. Ziet er goed uit. Ja, het moet echt wel even goed bakken. Ik weet wel hoe het smaakt, dat het toch ongeveer oké is. Moet dat niet allemaal een beetje uit elkaar? Wat? Dat mag toch niet aan elkaar plakken, toch? Nee, dat hoeft echt niet aan elkaar te plakken. Hey, Danny rookt het wel goed, hè? Hoe? Danny rookt gesneden groenten. Hm. Maar dit ga je ook keihard ruiken, Swana. Tuurlijk. We kunnen wel alles voorbakken en warm houden en dan even in de oven, bam. Nee, want als het moet dan in de... Ik wil een eindje proeven. Hm? Ja, wacht, pak een vork. Ga jij maar eerst, je hebt een kleine stukje. Is dit misschien ook van tevoren al geregeld? Misschien moet het alleen nog... Ja, iets minder. Het is wel heel krokant.
Maar is dit halal shawarma, ja? Hè? Dat maakt niet uit, je moet dat toch apart doen, dus. Ik ben hem wat op laag vuur rustiger moeten laten gaan, want nu wordt het best wel knapperig. Mijn tong verbrand. Ik heb mijn tong verbrand. Oh, oh, oh. Even kijken, de airfryer. Waarom heeft niemand dit er ooit afgehaald? Oké, het moet lager vuur. Ja, maar die zwarm moeten we pas als laatste doen, want dat vlees is veel meer. Ja, maar dit is deze gaat toch harder, die onderste. Maar we moeten hiermee wachten, want dat vlees gaat veel harder dan de patat. Ja, daarom. Maar nu weten we dat we de zwarm kunnen doen op 5. Bak de friet, even kijken. Bak de friet in 20 minuten af in een voorverwarmde airfryer. Dit is halal, hè? Oh, dit is halal shawarma. Hoe weet je dat? Dat is shawarma toch? Is dat ook shawarma? Ja, dat is denk ik shawarma. Oké. Okay. Dus dit is alles voor Ali. En kibbes voor dit Ali. Dat denk ik wel. Ja, lam ook. Ja, dat kunnen we gewoon vragen. Lam is van een schaap, hè? Tuurlijk, ja, want hun eten volgens mij gewoon schaap. Ja. Friet. Moeten we dan even in de frigo zetten nu, hè? Het is geen achterlijke airfryer, want hij is gewoon van prinses, maar wij weten niet. Pak die handleiding eens van de airfryer. Zo. En dan doe je. Wow. Wat? Verschrik me van u, jong. Ik hoor nu een keer een echo. Ah, dat is nogal heet, zeg maar. Sushi, red velvet, rijstkoker, broodrooster, airfryer. Oh, hij gaat nou ook helemaal uit. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik droom dat ons iets... Verwijder de draaimand, kookplaat en of exploreren door op de vrijgaveknop te drukken. Plaats het voedsel in de kook in of op het kookaccessoire. Ja, maar welke knop zei je? Deze. Nee. Nee. Haal die leeg, doe die uit, doe zo. Kijk. Ja, dan moeten we alles eruit halen. Maar dat is bloedheet. Dat moet ja, dit. Waar is die handschoen? Die handschoen was je toch kwijt? Dit hebben we niet nodig. Zet af hier. Hier moeten de frietjes in. Dus. In die bak? Nee, dat gaat toch naar bovenop? Plaats het voedsel in of op het kookaccessoire. Maar gaan we nu echt friet testen eerst? Liesje, laat nu hier een pan aanbranden. Hey, gaan we echt een paar frietjes testen nu los? Want dat duurt dan lang. Ja, dat moet eigenlijk wel. Ja, zet die. Ik denk die daarop. Oké. Okay. Zo. Accessoire, ja, erin, erin. Oh, er zijn er twee. Ja, eentje hoeft maar. Ja, doe maar dicht. Kom op. Aan. Staat er een frietjes? In de tijd in. Hoeveel? 180? 20 minuten. En dan? Het apparaat piept als hij klaar is. Dus nu gaat hij werken. Oké. Okay. De oven moeten we ook proberen. Dat moet op een plaat. We moeten een bakplaat hebben. Bakplaat hier. Ah, bakplaat is hier. En dat moet wel op bakpapier, denk ik. Hebben wij bakpapier? Waarom bakpapier? Hier is bakpapier. Gaat dat op bakpapier, ja toch? Nee. Zonder bakpapier. Volgens mij bakpapier. Wel bakpapier. Ja, volgens mij wel. Maar nee, dat kan niet. Die olie gaat op die bakpapier. We doen toch geen olie? In de oven doe je geen olie.
Met daar staat er zo 5 op. Ja, kijk, we moeten experimenteren. Ja, van tevoren even checken. Dit wordt een goede aflevering. We weten gewoon niks. We moeten alleen Danny vragen om ons te helpen. Nee, we doen het op onze eigen kracht. Staat het bij oven? 180. Ik kan dingen zetten, een kook-ei. Nee, ik kan gewoon hier een timer zetten. Kook voor zekerheid hier. Dan duurt het wel iets langer, hè, voor het eten, als we dit eerst gaan testen. Ja. Oké. Dan moeten we nu even wachten. Kunnen we niet, Lindsay, kijk. Blijf jij even hier. Ik ga even een paar tips aan Big Brother vragen. Om te kijken of je dat wil zeggen. Kijk of je nog wat voorbereidend werk kan doen. Ja. Alvast opensnijden of zo. Yo, wat wil je weten? Gaat nog niet. Ja, wat is er te doen? Alles hangt af van die frietjes. Waarom? Hoezo? We willen toch niet aan iemand anders vragen? We willen vragen of het klopt dat altijd vlees voor Ali ook mag. En of we nou dat vlees in de pan en waar we alles moeten... Kijk, die airfryer loopt nu. Die airfryer gaat op 180 graden. Dat klopt. Maar kijk, dit krijg je toch nooit allemaal daarom? Jawel, natuurlijk wel. Sowieso. Veel voor één pan. Sowieso nog 1 uur, hè? 1 uur? Ja. Wat dan? 20 minuten. Ja, dat is 20 minuten. Als dit goed is, dan kunnen we daarna erin stoppen 20 minuten en het vlees is net zo snel klaar. Ja, dat is nog een 40 minuten. 40 minuten ongeveer. Ja, maar dat heb ik net gezegd. Heb jij gezegd, Ian? Ja, dat heb ik echt gezegd. Maar dit lijkt me niet zoveel kaas om nee. Te doen. Kunnen we die kaas bijraspen? Die andere. Ja, parmezaan is dat wel. Is er nog meer kaas? Ja, ze hebben alles opgegeten. Hier is ook nog ketchup en nog augurken. Hadden wij geen augurken gevraagd? Nee. Volgens mij heb ik augurken gevraagd. Ga ik deze raspen? Ja, ook in een kommetje. Doet je? De wekker uit, want hier loopt een wekker. Kijk, de airfryer, dit is wel hoe die hoort te werken. Ja, goed. Big Brother, wil jij zo een van of mij even naar de dagboekkamer roepen? Wil je mij zo even naar de dagboekkamer roepen? Dank u. Kijk, het vlees komt sowieso wel goed, denk ik. Ja. Maar die patat is even de vraag of dat zo gaat. In een voorverwarmde airfryer. Oh, we hadden hem niet echt voorverwarmd. Oven wel voorverwarmd. Zaten op de frietstand. Dan kan er toch niet zoveel misgaan uit. Haal er nog best wel veel kaas uit, hè? Ja. We kunnen die mixen, maar dat is eigenlijk de smeltkaas, hè? Die.
Ja. En weet je hoe je dat... Willen we nog iets doen aan de aankleding? Ja, kan wel. Wat is er als je een dunne zaak binnenloopt? Ik weet hoe. Kijk, we zitten toch allemaal aan één tafel, hè? Dit is toch... Eén tafel is toch genoeg, hè? Toch? Wat als we die tafel in een vierkant zetten? Hoe doe je in een vierkant? Als we die tafel in een vierkant zetten... Dan kan iemand met maar twee tafels. Wacht, hè. Drie. Dus drie, drie is zes, zeven en acht. Dan gaan we twee tafels maken, maar die andere is voor de schoonheid. Kijk, ja, dan komen we aan hoeveel personen komen mee. Hoeveel personen? Zet je maar daar. Snap je? Als je in een dunnerzaak komt, ja, dan zeg je toch hoeveel personen? Ja, zes. Ah, pak die tafel maar. Weet je wat ik bedoel? Ja. Dus we gaan eigenlijk twee tafels verschillen. We moeten dit eerst afdoen, want deze tafel is fucking... Ja. Zal ik de tafel afvegen? We moeten even de spullen opruimen die we niet gebruiken. Doe jij de tafel af? Ja. Ik hoop echt dat die friet goed gaat, anders weet ik het echt niet. Ja. Heb jij net een hap van dat pitabroodje genomen? Nee. Hoezo is daar een stukje uit? Ik heb echt niks genomen, mijn vriend, geloof me. Hé, hey, wilt je doen voor te lachen? Nou. Dat de één tafel, die tafel, alsof er mensen al hebben gegeten. Snap je? We hebben toch twee tafels? Ja. Pak die tafel maar, die moet ik nog afruimen. Dan wil je op één tafel eten? Ja. Hoe ga je dat doen dan? Hier drie, één op de kop. Ja, en daar twee. Één op de kop. Ja. Drie, drie op de kop, op de kop. Ja. Oh, wel. Even denken, je loopt bij zo'n zaak binnen. Zonder het te verklappen aan Danny vragen hoe lang je vlees ongeveer bakt en op welke stand. Zou je dat doen? Nee. Ja, maar als het straks niet goed is, dan is het eten... Het gaat lukken. We hebben geen hulp nodig. Ja, maar straks zijn die mensen ziek door ons. Nooit. Twaalf minuten. Snap je, en na de club zit je ook altijd heel dicht op mensen zo in die zaken. Zo. Ja. Oh. Ja, deze doen, ja, deze doen we zo. Ja, dan gaan we met z'n allen aan deze tafel eten. Huh? Deze tafel. Ja. Hij moet wel meer deze kant op. Nog verder. Wilt u die gelijk zetten? Zo. We hebben nou niet genoeg. Nee, wat achter me achter 16 en we hebben geen 16 stoelen. Deze. Ja, ja, dit lijkt wel meer dit. Ja. Oh, ik ga een toonbank maken en dan vraag ik hier van wat wilt u op de kapsalon dit dat? En dan schrik ze niet al, dat en dat en dat. Maar doe echt expres, zo heel hard, alsof we
Alsof we echt... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Doe jij het dan op? Hm? Doe jij het op, dan neem ik de bestelling op, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Of moet ik de bestelling opnemen? Nee, nee, nee. Want jij kan het beter beleggen, denk ik. Waarvan maken we een toonbank? We kunnen de dingen nemen van de... strijkplank was goed van Charlotte. De strijkplank is goed, of we kunnen de... Kan je even dichtmaken? Ik zie het. Maar kijk, het is zo, dan hier, en hier maak je de knoop. Oh, hier maak je de knoop. Ja. Maar wacht... Ja, we moeten nog... Hoezo is die op 5 minuten en die op 10? Die is niet op 5, 9 en 10 is het. Ah, ja. Strijkplank doen? Ja. Ik zal tafel al dekken of zo. Hm? Een stuk plakband, een plakband. Tape? Ja. Die is daar toch? Morgen. Goedemorgen, jongen. Mies, schrijf daar wat op. De prijslijst of zo, en dan hangen we die aan. Ja. Maar als ik dit doe, ruim jij even de spullen op die niet nodig zijn, ja? Hoe? Zo de spullen die we niet nodig hebben tijdens het bakken en zo, die moeten even weg. Ja. Waar is die witte tape? Hier. Oh, je hebt hem al. Is Dan nog in de dagboekkamer? Is dat leuk? Ik weet het niet. Ik weet niet, Big Brother, ziet dat eruit? Nee, ja? Nee, oké, okay, okay, vergeet wat ik wil doen. Vergeet wat ik wil doen. Reset. Even nadenken. Oké, okay, dat is een vuile tafel, dus we gaan een vuile tafel maken. En hoe we dat doen is heel simpel. We gaan eigenlijk een bord nemen. Ja, die ligt daar. Dat is er eentje. Nee, we eten niet met borden. Nee, maar hier hebben mensen met borden gegeten. Hebben mensen gegeten, ja. Echt uit het bakje. En dan moet er wel servetjes onder. Servetjes onder. Ja. Weet je wat normaal ook op tafel staat? Wat? Zo'n... wat is dit? Gadverdamme. En dat is bij mij als ik mijn handen afveeg. Zo'n rode ketchupfles en zo'n gele mosterdfles, ja. Maar die hebben we natuurlijk niet. Oké, okay, we moeten nog... iets wat... Oké, okay, over 6 minuten kunnen we die fruit testen. En dan moet alles in één keer erin. Ja, maar de mensen hebben dronken gegeten. Oh, hier zijn nog meer hamams. Is er iets kleurrijks, iets...
nog één bordje. Hebben we niet iets van... Je weet hè, als een kapsel hem klaar is, dan doen ze daar nog folie overheen om hem warm te houden. Ja. Vier minuten. De koelkast staat nog open. Ja, ik ga dit terug erin zetten. Maak het niet te gek, niet te gek. Oké, Mies, weet je wat we straks doen? Als dan de patat klaar is en het vlees, dan is het warm. En dan roep ik ze één voor één, alsof ze één voor één bij de counter komen. Mm-hmm. En dan zeg ik, oké, kapsalon, wat had u gewild? En dan schreeuw ik... Allereerst wat voor vlees, want het vlees doe je onder in de bak. Hmm. Daar bovenop doe je de patat. Ja, kan ik niet beter, want jij weet hoe dat moet, hè? Ja, maar jij weet de volgorde niet. Want je, ik kan toch zeggen, ja. Dit erin, dan dat erin. Ja. Dan ik roep op volgorde wat erin moet. En bovenop komt de saus. Ja. Oké, dus ik doe de onder in vlees. Onder in vlees, daar overheen komt patat. Ja. En dan alle groentes en dingen die ze willen. En bovenop de saus. En dan de kaas en dan de oven, want de kaas moet toch smelten erover? Kunnen we die niet dan maken? Nee, de kaas doe je bovenop de patat. Want dan smelt het door de warmte. Oké, en dan de groente erop? En dan de groente erop? En dan 5 minuten in de warme oven op 180 of 200? Nee, want dan smelt toch dat foliebakje, denk ik? Nee, kan niet. Die kaas die moet gewoon smelten door de warmte. Ah, oké. Maar dan moeten die fritten wel warm blijven, hè? Ja. En drinken ook, hè? Drinken moet je ook vragen. Ja. Maar ik schreeuw echt, hè? Zo van... Hé, wat? Ze wil komkommer. Ja. Ze wil die saus. AB. Welke? Wat voor Turkse termen ken jij? AB is vriend. Kom op, is Hadilan. Ja? Wat weet jij nog? Jij weet toch ook Turks? Gel betekent kom. Gel. Gel. Oeh, heb ik dat gezien? Dat scheelde niet veel. Jij stoot echt bijna vol. Hoeveel glazen moet er nog op? Drinken moet ik ook vragen. Nog 5. Maar wij eten gewoon als laatst. Ja. Zeg, half uur, 35 minuten. Oké dan. Nee, oké, komt goed. Wacht maar af. Oké, en de airfryer is uitgegaan, of niet? Ja. Oké, dan gaan we ze testen. Ik zweer het, dit moet goed zijn, anders zijn we echt shark. Oeh, die patatjes zien er goed uit. Oké, waar is die overhandschoen? Waar is die overhandschoen? Die heb ik dus niet. Pak deze. We moeten die overhandschoen hebben. Ik ga die overhandschoen vragen, waar die is te zien.
Maakt niet uit, ik heb het gefixt. Oh, je hebt ze er al uit. Je hebt ze er al uit. Ja. Oké, kom, kom. Ja, wacht even, hoor. Ja, dit is goed, denk ik. Dat is wel echt origineel, hè? Ja. Kom, doe eerst die airfryer. Het is hard wel, hè? Ja. Misschien iets korter. En de oven? Oven. Maar we hebben allebei nodig. Ik vind het veel te hard. Ja, dan doen we die gewoon korter. Want dat is, ze zijn zo knapperig doordat ze lang zijn. Alles in de oven. Zoveel mogelijk? Oké, we gaan nu de oven maken hier. Op die plaat. Misschien nog een bakplaat pakken of zo, nee? Nee, maar dat werkt toch niet op twee bakplaten, denk ik? Nee, nee, zo, Goed verdelen, want anders dan gaat het echt niet bakken. Moet ook in de airfryer wat, Mies? Ja. Want op elkaar gaat denk ik moeilijk. Daar kunnen er meerdere van, hè? Ja. Of alles in die bak. In die bak? Dat gaat toch niet? Kijk, je hebt meerdere van die dingen, toch? Hier heb je drie. Ja. Leg die eerst goed vol. Deze moet ik zijn bek houden. Dat ik van boven. Dan moeten we die bak eronder weg. Ja, haal die eruit, haal die eruit. Oké, dan gaan we zo ook het vlees doen. Die kotelet kunnen we eventueel ook bewaren. Ja. Zo. Doen we deze ook nog erin. Ik weet niet of dat... Hoeveel lagen zijn er? Ik weet niet of dat goed werkt om... Anders moeten we de frietjes 2 keer 20 minuten doen. Gap, dit is heel raar. Hoe is die bovenste laag? Deze doe je hierop. Deze doe je. Er is nog één laag. Zijn dit de... Ja, maar vul de overige frietjes maar. Weet je, het is een mix van heel veel, dus... Ja, dat... Rustig. Nee. Ja? We gaan misschien hier nog... Of ja, ik zet je wel op de koopplaat. Dan doe ik die airfryer misschien een kwartier, pardon, kwartier doen. Ja, maar dan is dat natuurlijk wel eerder klaar. Nee, ik zou het gewoon knapperig maken. Je proeft dat toch niet in... Andersom, andersom. Ik hoop wel dat dit goed gaat, 3 tegelijk. Deze doen we iets later aan, dan is het tegelijk klaar. Ja. Oké. Okay. Ik hoop echt dat het goed gaat. Kom aan. Die. 20 minuten, als het dan klaar is, is showtime. Oké. Okay. We moeten wel een finishschort hebben, zo. Dan moeten we ook het vlees rond dezelfde tijd klaar hebben. Hè? Maar moet ik die dan niet aandoen? Want ik ben toch de kok. Als jij daar ja, zometeen, zometeen. Als ik ze ga roepen, doe jij maar. Doet jij dan iets, iets over je dingen, okay, zo dit of zo? Ja, zometeen doe ik dat. Moeten we nu even proberen? Dit is dan... Nee, dit is alleen opwarmen, want dat is al geschraapt. Kijk, weet je waarom dit er zo uitziet, Mies? Ja. Dat is al van zo'n ronde bol afgeschraapt. Dus dat is een kwestie van opwarmen. We kunnen ook zeggen kipkebab en dingen. We kunnen die beide doen, we gaan mixen. Want misschien hebben we dan te weinig. Oké, maar werken alle vier de pitjes? Jij weet welke sneller en langzamer gaan. In mijn ogen zijn die allemaal hetzelfde. Ja? Ja. Oké. Okay. Wat we doen is grote pannen voor die. Ja. En dan 2 kleine pannen. Losse pannen voor Ali. Losse pannen voor de swarma. En dit kan jij altijd nog een keer doen. Ja, die houden we.
Maar die pita's die ontdooien je niet goed. Ja, die defrost. Die pita's moeten we per twee hierin doen en dan op... Defrost. Hebben we een hele grote kom waar we die in kunnen leggen? Hebben we een hele grote schaal of zo? Wat hè? Hebben we een hele grote schaal waar we die pita's als ik klaar? Ja, ik moet hem er wel. Ja, ik was nog bezig. Oh, oké. Okay. Defrost. Allemaal defrosten. Ja. Dan zijn ze gewoon warm en klaar en knapperig. Tuurlijk. Dan snijden we ze open. Ja. En daar kunnen mensen zwarm aan doen of nog die. Ja, we vragen eerst kapsel, wat wil je erop? En dit is de broodje. Halal van Ali, toch? Ja, dit is de halal van Ali. Hou deze erbij, dan weten we... Ja, maar ik zie dat toch dus. Dat moet ook in zijn eigen pan, hè? Ja. Maar ik zou hier... Lager vuur. Als dit nog 10 minuten moet of zo, het vlees doen. Dit hoeft alleen warm. Ja. Dit is ook zo klaar. En dit is dan ook zo klaar. Alleen weet ik niet wat dit is van Ali. Dat is een lamskotelet, maar dan... Skippen we die ook? Hallo. Want hij mag dit ook. Ja, maar we vragen daar. Ja, oké. Okay. Volgens mij, ja, kip mag die sowieso. Dit is dan een pan voor die. Die gebruiken we voor alles. Dan hebben we met het gaatje, is voor Ali. Ja. Oké, okay, ik denk dat het... Mish, hey. Hey, we kunnen doen dit. Let's go. We moeten wel de rest opruimen. De keuken moet er wel goed uitzien. Even de resten in de prullenbak, dingen. Die bakplaten, waar had je die vandaan? Waar liggen die? Ja, die liggen normaal onder waar die airfryer ligt. Onder waar de airfryer ligt. Oké. Okay. De bakvorm. Die in de gaten houden, op een kwartier doen we de airfryer aan. Ja. Nee, maar hij moet nu natuurlijk wel veel meer friet doen. Ik ga deze nu aanzetten. Doe maar. Friet. Op 180, hè? Vamos, go. Ja, hij doet het. Oké, okay, let's go. Die draait, deze draait. En daar is ook Turks brood voor. Dat kunnen we er eventueel los bij zetten. Deze moeten we ook open. Oh, ze zijn klaar, of niet? Hoe? Ja. Andere bak, andere bakje. Ik heb die ijzeren nu naartoe. Ik heb die ijzer gezet. Maar wel eerst even open snijden, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Ik zal het doen. Snij jij ze open? Ja. Dan kunnen we daar vlees in doen. Je hebt hem eerst op laag vuur gezet, het, ja, de pannen. Ja, het opwarmen. Kiara zal zich rot lachen om ons hier. Abnormaal. Kiara, als je gaat kijken, zei, we houden heel veel van u. Ja, dit is goed geluk, dit is goed geluk. Hé, hey, precies aangedaan. Ja. Oké, doen we deze hier. Nee, nee. Want je kan wel naar binnen lopen. Het is niet zoals een restaurant. Ik moet eigenlijk hier staan. Ja. Moet je niet van alles... Nee, dan sta ik... Kan dat? Nee. Dat is niet logisch. Eigenlijk zou je hier moeten staan dan. Ja, 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 dat doen we. Zo, hier. En dan mogen ze daar een bestelling doen. Ja. En dan kan ik zo naar jou roepen. Ja. Maar die moeten die tafel zien. Ja, maar als ze zitten, zien ze die tafel, toch? Ik zou echt zo staan, kijk. Zo. Ja, want dan zijn die hier en dan zien die zo tafel op aan. Top. Die tafel is het beste wat ik dit seizoen heb gedaan. Oké, okay, wat kunnen we nog meer doen? Maar jij moet die pita's. Zitten er nieuwe pita's in? Die zijn nog bezig. Staat die op defrost? Ja. Ja. Kan ik die niet al opsnijden, ja? Nee, dat wordt heel lastig, denk ik. Oké, okay, en dan vanaf hier is het hope and pray. Even kijken, die kapsen. Doen we de sausen op tafel? Nee, die doen we apart. Zelf doen we die erop. Ja.